Goedendag, het was de afgelopen week prima weer voor duurzame energie. Zowel de zon-windenergie als zonne-energie lag boven de normale. We hebben natuurlijk flink wat zon en wind gehad. En de komende week komt er helemaal niet zoveel verandering in. En dat betekent dat we opnieuw boven de norm uit gaan komen qua zonne-energie, maar ook qua windenergie. Die noordoostenwind die blijft maar doorstaan. Vooral op de Noordzee levert dat ook flink wat rendement op. Als we naar de weersituatie kijken, dan zien we een hoge drukgebied nabij Ierland liggen. En dat hoge drukgebied dat zorgt bij ons voor een noordoostelijke stroming, noord tot noordoost. En die wind die is vooral op zee goed te merken. Boven land is het allemaal iets minder. Maar ook daar waait het stevig door en hebben windturbines volop de kans om energie op te wekken. Wat de zon betreft, ook dat ziet er prima uit de komende dagen. Dinsdag zijn er wat meer wolkenvelden, maar de dagen erna is het over het algemeen ja, sluierbewolking die overschuift. En dat betekent dat de zonnepanelen volop hun werk kunnen doen. Er is nauwelijks dikke bewolking de komende weken aanwezig. En dat betekent ook dat we een droge week voor de boeg hebben. Alleen dinsdagochtend misschien wat gespetter in het noorden. Als we dan de zaak gaan samenvatten, dan ziet dat er als volgt uit. Met name in de kustgebieden flink wat wind. En dat betekent ook een goede opbrengst daar. Qua zon op dinsdag is het allemaal net even wat minder, omdat er wat meer wolkenvelden voorbij schuiven. Maar woensdag, dat wordt een stralende dag. Met temperaturen die zelfs op gaan lopen in het oosten en zuidoosten, richting de 25 graden. Ook blijft het gewoon uit het Noordoosten waaien. En dat geldt zeker ook voor de donderdag en vrijdag. Die Noordoostenwind die blijft gewoon doorstaan. En dat zorgt voor flink wat productie. En de zon die doet het dus ook goed. Vrijdag wordt ook een mooie dag met veel zon. En de donderdag ziet er al met al ook goed uit. Kortom, het is een prima week voor duurzame energie. En dan kan je natuurlijk allerlei tips bedenken om daar zoveel mogelijk van te profiteren. Maar ik zat gisteren in mijn tuin en u heeft het misschien wel gemerkt. Het is heel droog. Er is veel stof en er zijn ook veel pollen in de lucht en ik heb van die tuinverlichting met die zonnepaneeltjes erop en daar lag echt een laagje stof op. Heb ik met een gietertje even afgegoten. Nou, wilt u de komende avonden ook van veel sfeer in de tuin genieten of op het balkon? En u heeft van die solarverlichting staan. Maak ze even schoon aan de bovenkant door al die polletjes kan het rendement wat minder zijn, maar door ze even schoon te maken Ziet het er weer prima uit in de avond. Fijne week.